Die is niet van mij. Oh, wat is die dan? En die van de meiden. Wat heb je nou gedaan? Wat de fuck? Wow, dit is what zo fuck? Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik ben hier net wakker geworden. In Veenendaal weer, in het hotel van de Valk. En kijk eens eventjes, een hele goede morgen. Zo, wat een ontzettend fel zonlicht hier zo op de vroege ochtend. Ja, die is natuurlijk ook net al, of tenminste, die heeft hier ook lekker geslapen. Alleen die is helaas alweer vandoor, want die moest om volgens mij 7:15 alweer opgehaald worden door de taxi om naar haar shootdag te gaan van Hunkemöller, wat natuurlijk super gaaf is. Dus het hele bed ligt hier nog lekker warrig bij. Ik ben er net uitgegaan. Maar vandaar, ja, er is het dus alweer vandoor en het is nu zo'n 9:15. Dus we hebben elkaar eigenlijk net misgelopen. Ik heb er wel horen weggaan, maar ik lag nog zo lekker in bed dat ik dacht van, nou weet je, ga jij maar lekker er vandoor alvast. Maar dat betekent dat ik hier ook er vandoor ga. Ik pak haar autosleutels en ga lekker weer naar huis rijden. Het is natuurlijk een uurtje rijden, heb ik gisteren ook gedaan. Even kijken hoe ik eruit. Kan ik een beetje zo de hotelkamer verlaten? Ja, weet je, dat kan wel, hè. Dat moet wel lukken. Zo, hartstikke mooi. Alles geregeld. Ik zit lekker in de auto, jongens en meiden. Dus dat is mooi. Dan kunnen we. Ja, ik twijfel dus nu of ik naar Heemskerk ga rijden en met Vincent ga chillen. Of dat ik toch eventjes eerst naar huis rijd. Maar het is 9:30 op dit moment. 9:15. En ik denk dat Vincent nog niet wakker is. Ik probeer hem net te appen, maar hij reageert nergens op. En Vincent Kennedy is er pas meestal rond 1:10 wakker. Dus ik denk dat dat er niet gaat worden. En dadelijk rijd ik daar voor niks naartoe. Dus dat is een beetje de struggle. Helaas. Zo zien dagen er trouwens bij mij natuurlijk heel vaak uit. Ik ben nooit van het plannen. Vakanties bijvoorbeeld boeken we altijd last minute. Als ik ga chillen met vrienden, dan is het echt op de dag zelf dat ik pas zeg, yo, ik kom vandaag wat doen. Afspreken en plannen moet je bij mij echt niet aan beginnen. Daar kan ik me gewoon ook niet aan houden. Maar dat is omdat het heel vaak zo is dat er ineens iets tussen komt of dat ik ineens iets anders heb, iets leuks voor de vlog, waardoor ik dan bijvoorbeeld gewoon ja niet kan afspreken twee weken van tevoren met iemand of een week van tevoren. En dan heb ik het echt over mijn close vrienden. Kijk, bijvoorbeeld als ik met een andere YouTuber iets afspreek een week van tevoren, dan lukt dat wel uiteraard. Ik ben weer lekker thuis hier in mijn huisje. Kijk eens aan, in mijn prachtige keuken. Wauw. Nee, ik heb net even lekker mijn video zitten editen en ik moet eigenlijk gelijk alweer de deur uit, jongens en meiden. Want ik ga dus iets leuks doen. Ik heb natuurlijk 2 weken geleden een super mooie auto mogen rijden en mogen ophalen. Alleen vandaag is het tijd om weer een nieuwe auto op te gaan halen. Zo, ik moet even een boertje laten. Het is natuurlijk niet echt een nieuwe auto, dus het is niet dat ik hem voor altijd mag houden. Maar het is natuurlijk weer tijdelijk een auto waar ik in mag rijden, wat super leuk is. En ja, je kan misschien nog raden, het is weer een BMW. Dus ik ga hier lekker de deur uit. Ik doe de deur netjes dicht. Zo mooi gedaan allemaal. Hoppa, hartstikke mooi geverfd. Ook de buitenkant van het huis ruikt gewoon nog steeds helemaal naar nieuwe verf. Het is echt een heerlijk, heerlijk geurtje, vind ik dan tenminste. Maar ik was echt maar 2 uurtjes thuis, want ik moest dus inderdaad even editen. Dat duurt altijd ongeveer zo'n 2 uurtjes per dag. Dat betekent wel dat deze auto weer helemaal mooi opgeladen is. Ja, de auto. Dus kunnen we hem eruit trekken. Even kijken. En netjes ophangen. Hey. Okay. Dat doe ik gelukkig tegenwoordig wel elke keer weer. Alarm, alarm, alarm. Zo, het is een aardig eindje rijden. Ik moet eens naar de BMW dealer in Apeldoorn. En volgens mij is dat echt een uur rijden vanaf hier. Of misschien wel 1,5 uur zelfs. Maar ja, in ieder geval wel wat leuks te doen dus. En dan ga ik jullie dus straks laten zien wat voor auto het is. Want het is echt een super mooi ding. Misschien weten sommigen van jullie al welke het is. Even een tune, jongens. Daarom is het niet eens kom maar dansen met mij. Super leuk, jongens en meiden. Morgen ga ik namelijk mee met Anton naar een show van hem. Dus hartstikke gezellig en leuk. Ik ben super benieuwd. Ik ben nog nooit echt Nou ja, dat is niet helemaal waar trouwens. Nou jawel, nog nooit echt alleen speciaal meegegaan voor een show van hem. Dus super veel zin in, morgen. Het is trouwens ook echt gewoon 1,5 uur rijden naar Apeldoorn blijkbaar. Dus het is niet echt om de hoek dit. Als het goed is, jongens en meiden, ben ik bij de dealer aangekomen. Ik moet dus bij Mini zijn. Want Mini valt dus ook onder BMW. Dus ik denk dat ik de auto gewoon even hier neer ga zetten. Heeft Jaad alleen geen auto. Maar ja, mijn auto staat natuurlijk in Heemskerk. Dus juist. Ik ben er. Denk ik. Ik ben binnen hier, jongens en meiden, bij Düsseldorf BMW. En het is eigenlijk bij het mini-gedeelte staan we dus. En hier achter mij staat al een prachtige auto onder het doek. Dit is Maurits. Hi. Goedemiddag.
Hier staat een hele mooie auto onder. Een hele mooie BMW i7 M60. Oh, nu verklap ik het eigenlijk al. Oh, nee, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Ik denk dat heel veel... ik denk dat heel veel van jullie het sowieso al wisten welke auto hieronder zou staan natuurlijk. Omdat ik de vorige keer dat ik er was, toen had ik al gezegd dat ik deze mee kreeg. Maar jullie weten nog niet de kleur. Dus ik denk dat ik straks gewoon lekker het hoek eraf ga trekken. En dan gaan we kijken wat hier precies onder staat. Denk jij dat je de camera vast kan houden? Zeker. Ja? Ben je van alle markten thuis? Ik kan alles. Ja? Kom hier. Oké. Okay. Hey, edit zelf. Ja. Oké. Okay. Dames en heren. Special effects komt hier, let op. Oh, maar gewoon zo recht, ja, dat is kan. Het beste denk ik. Kijk, wacht. 3. En dan 2, wacht tot ik hem weer recht heb. Ik okay. Zo. Heb jij ja, kom maar, kom maar. 3, 2, 1, daar komt hij. Hoppakee, kijk eens. Oh, mooi in het zwart. Prachtig. Kijk eens jongens. Ja, wat was dat? De i7? i7 60. Ja? Dus dat is tot nu toe de grootste actueel pakket. Dus je kan een kleine 600 kilometer actie rijden. Dus hij is volledig elektrisch? Of volledig elektrisch. Oh, echt waar? Oh, ik dacht dat het hybride was. Oké. Okay. Nee, volledig elektrisch. Vraag je me wat. Volgens mij zo rond de 560. Ja. Dus hij zit een aardige vaart in. Maar jij zei net iets met als je op de sleutel drukt, dan schieten de deuren open of iets. Je kan de deur openen met de sleutel. Oh, wat? Kijk dan. Holy shit. Je kan dus welke deur je open wil doen, dus je kan of alleen de bestuurdersdeur of als je natuurlijk chauffeur bent, want het is natuurlijk wel een... Hoe doe je dat dan? Directieauto. In de auto kan je het instellen, dus je kan je ook kiezen om alleen bijvoorbeeld rechtsachter open te doen. Kan ik gaan zitten gewoon... Even kijken, ja jongens. Ik heb natuurlijk de vorige keer, als jullie die vlog gezien hebben tenminste, al wat aardig gave functie laten zien. En het meest bijzondere aan deze auto is dus eigenlijk het scherm wat je hier achterin hebt. Vind ik dat tenminste het meest bijzondere. Dat is echt gewoon een uniek iets wat je bijna geen enkele auto hebt. Dus ik denk dat we dat straks gewoon even gaan laten zien. We zitten achterin, in de i7. Let op. Je hebt dus hier dit scherm. Oké, kijk. Je ziet er bijna niet op camera dat het scherm is. Ja, maar ze gaan hem nu aanzetten. Let op. Het mooie is van de i7 is dat je in de deurpanelen heb je dus gewoon een klein schermpje zitten. Ja. Dus je kan hier eigenlijk alles bedienen van de auto zelf. Ja. Dus je kunt een radio, televisie, stoel instellen. Want deze kan bijvoorbeeld helemaal nog naar voren. Dus dat je gewoon als een directeur kan zitten. Nou. Maar daarmee kunnen ze ook de televisie aanzetten. Oké, daar komt hij. Ja, kijk dan, dit is zo gaaf jongens. What the fuck? Hij heeft dus Amazon Fire TV ingebouwd. Nou, we moeten dus nu nog eigenlijk een account instellen. En hij heeft een HDMI-aansluiting, dus je kan alles instellen wat je wilt. Ja, want het gave nu dus, jullie hebben er een PlayStation op aangesloten, waardoor je dus gewoon echt... We kunnen gewoon gamen straks. gaan we straks ook even laten zien natuurlijk. Ja, je neemt hem mee met de PlayStation, dus je kan lekker gaan gamen. Ja. Niet verkeerd. Ik ga gewoon straks op mijn oprit thuis zitten. Ga ik gewoon in die auto zitten gamen, heel zielig eigenlijk. Nou, ik ben wel benieuwd hoe het rijdt op dat scherm als we straks de PlayStation even aanzetten. Jongens. Ja, dat is wel lachen. Check dit. Ik zit achterin. Je hebt dus zelfs geluid op deze PlayStation. Tobias zit naast me. Kijk dan. Hoppa. Hé, hey, ben je een beetje goed? Oh, ik pak jou makkelijk. Je kan dus met deze accu kan je 4 uur lang gamen nu, jongens. Dus het is ook meer dan genoeg. Oh, hier, er ligt gewoon een PlayStation controller. PlayStation ligt hier. Hé, hey, dit is perfect. Eigenlijk zou ik wel even gewoon naar, weet ik veel, België moeten rijden. Gewoon 3 uur lang of 2 uur lang. Ik doe gewoon Nederlandse club. Ja? Nederlandse club? Voor wie ben je dan? AZ. Ja? AZ. Beste club van Nederland. Jongens, AZ in het weekend. Oké, ik ga met Feyenoord dan. Kijk dan jongens. Hoe leuk is dit? What the fuck? Let op jongens. Als ik het geluid zijn wij normaal gesproken. Het lijkt echt alsof je gewoon echt in een stadion zit. Kijk. Ik krijg het bijna niet eens op beeld. Maar je hebt hier dus gewoon dat hele FIFA scherm. Kijk, what the fuck. Dit is dik. A few moments later. Ik heb verloren. Daar gaan we het voor de rest maar even niet over hebben. Maar nog even een leuke functie voor als je de deur open doet. Let op. Kijk, je drukt op een knopje, gaat hij automatisch open. Maar hij meet dus ook hoe ver die open kan, of ja, zo zei je. Hij heeft dus sensoren hier, eentje in de deur. En dus een stripje onder. Kijk. En zelfs ik zo aan, hij heeft natuurlijk door de hoek sensoren. Dus als er een auto aankomt en je wil uitstappen met automatisch knopje, dan herkent hij hem ook. Dus dan doet hij de deur niet open? Tot een kiertje. Ja, tot een kiertje. Dus dan houdt hij hem dus ook in. Ja, oké. Okay. Dat is ook een mooie functie. Handig, zo inderdaad. Ja, voor de rest, dus je kan hem dus open doen. Ga je zitten. In principe hoef je handen ook niet meer te gebruiken. Want als je gewoon achter het stuur gaat zitten en ik hou nu mijn rem in, dan gaat hij dus ook dicht. Oh. Kijk, druk gewoon op zijn rem. What the fuck? Kijk dan. Hè? Dus het enige wat je gewoon hoeft te doen is op je rem drukken en de deur klapt dicht. Ik ben even gaan zitten. Kijk jongens, de hele verlichting ook van het dashboard. Dit hier allemaal, dat is allemaal super gaaf ook. En je hebt dus verschillende rijmodus. Dus je hebt My Modus. En dan kun je dus kiezen, we hebben Sport. En alles kleurt dan ook mee. Dus ook een infotainment systeem. Nou, je voelt waarschijnlijk dat de wangen van de stoel zijn ook nu ietsjes strakker. Wow, dit ook gaaf. What the fuck? Dat kleurt dus ook allemaal mee. Die verlichting is wel echt heel gaaf gedaan. Expressive. Allemaal. Maar echt per elke modus wijzigt hij dus. Dus we willen nu expressive. Gaat dus het dak gaat dus open.
Wat is het patroontje ook erin? Dat is voor de sfeerverlichting. Dus kijk, nu hebben we ook blauw met geel. En hij verwisselt dus ook nog van kleur. Maar dit is gewoon sfeerverlichting s'avonds of zo? Ja, nu zie je het natuurlijk niet zo heel goed. Nee. Maar dus s'avonds heb je dus hier ook gewoon die kleuren van je sfeerverlichting. Die lopen daarin door. En ik heb dus nu de expressive mode aangezet. Dus mijn stoel heb ik nu stoelmassage. Ik weet niet of dat voor jou nu ook zo is. Dus alleen, denk alleen voor de bestuurder. Ik denk alleen voor jou op dit moment inderdaad. Ja, maar je zou dat dus ook daar kunnen instellen, want jij hebt allemaal knopjes daar op de deur. Kijk hier. Dus als je dan deze aanklikt, krijgen we hier het menu. En dan kunnen we voor jouw stoel kunnen we ook lekker massage aanzetten. En dan kan je kiezen allemaal wat je wil. Dus, Hey, what the fuck. Je zegt het ook allemaal alsof het niks is. Ja, je op een gegeven moment raak je er maar gewend. Oh ja, nu voel ik de massage. Oh, er klopt iemand op het raam. Moeten jullie drink hebben? Wil je ons even niet storen? Nee, je watertje is prima hoor. Ja. Ik krijg nog even allemaal uitleg van Maurits. Je hebt echt zoveel dingen op deze auto zitten. Maar dat ga ik denk ik de komende dagen ook allemaal wel zien. Vanavond ook, want ja, bijvoorbeeld die sfeerverlichting zie je allemaal vanavond pas. Ja, want dat is die streep in het dak, zeg maar. Ja. Ja, dat zie je nu heel slecht natuurlijk in de show. Ah, hij staat nu in de digital art modus. Digital art mode, dat hebben we verschillende rijmodussen. Dus, het klinkt echt als een kunstwerk gewoon waar we in zitten. Maar dat moet het ook een beetje ogen. Kijk maar met dat paars hier allemaal. Je hebt het ook hier in je display. Dit wordt dan heel minimalistisch en dan zie je hier... digital art, je moet er van houden. Waar slaat het ook op eigenlijk? Niet wie het dag heeft, maar het is wel... Het zijn gewoon van die dingen, niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ja, dat is het echt inderdaad met deze auto, denk ik. Ja, het is echt overal aangepast. Je hebt het niet nodig, maar het is wel gewoon fucking leuk om even te doen ofzo. Het kan, ja. Nou, Andy. Andy van de Meijden, wat heb je nou gedaan? What the fuck is dit nou? Heeft hij dit gedaan? Allemaal dat hij al heel weinig kon, maar hij kon dus echt heel weinig, ja. Holy shit, jongens, dit is die XM die ik dus de vorige keer meekreeg. Tenminste, het is niet dezelfde, maar dit is een andere kleur. Kijk eens even, dit hele ding. Hij is van Andy van de Meijden. Maar het geluk is, dus eigenlijk, het lijkt heel groot, maar dat komt omdat die nieuwe modellen best wel grote bumps en zo, dus het valt heel erg mee. Ja, het ziet er wel grof uit, maar het is gewoon blik, bumper en de lampen en heel iets wat erachter zit. Dus... Maar hij kon er zelf niks aan doen, toch? Ja, dat zegt hij gewoon zo. Dat zegt hij? Volgens mij nee. Kijk eens hoor, hey. Kijk hier van de binnen, al die dingen die hier zitten. Wat? Dit is eigenlijk nog vergeleken wat gewoon dagelijks wimpel van schaduwwerk. Dit is gewoon minimaal eigenlijk. Ja, komt er zoveel binnen qua... Helemaal, dat kijken mensen, die zullen het wel begrijpen. Hierachter, onder de motorkap, alles wat nu hier opgedrukt wordt, wat hierachter zit... Ja, dat is het belangrijkste. Dat is echt kut werk. Dus eigenlijk dit maakt niet uit. Nou ja, maakt niet uit, het is kut, maar zeg maar. Nou, maakt minder uit. Dit is gewoon makkelijk vervangbaar. Dit is niet... Dit is hoe het hoort te zijn, zeg maar, jongens. Dit is het verschil. En dan heb je hier... Als een auto iets heeft gehad waardoor het frame of wat dan ook wat heeft, dan ja, is het gewoon... Ja, dan is het echt kut, inderdaad. Ja. Maar dit is gewoon... Kijk, als dit gemaakt wordt... Natuurlijk, er zijn altijd mensen die erop afknappen. En dat is ook volkomen begrijpelijk, maar... het is geen verschil met een auto die wel nooit schade heeft gehad. Nee. Ik rij hier net weg bij de dealer, jongens en meiden. Wat een ongelooflijk zieke auto is dit weer, hè? Oh, de nieuwprijs van dit ding... Oh, mijn moeder belt. Wat een goede timing. Heerlijk dit. Oké, ik heb even met mijn moeder gebeld, jongens en meiden. We zitten hier dus in de BMW i7. Ik vind het een prachtig ding. Echt een super uitgebreide auto ook. We hebben lekker echt van dat directeur bruine leer. Zie je dat? Echt een directeursauto is dit. Zo voel ik me ook. Alleen je zou eigenlijk wel echt achterin moeten zitten met dit ding, zoals je zag. Dan kan je gewoon PlayStation en alles, film kijken, Netflixen, YouTube kijken. Super leuk dat ik in ieder geval dit ding dus weer de komende dagen meekrijg. De nieuwprijs van dit ding, als je hem zeg maar helemaal spekt, dus al deze super lijpe functies erop, dan heb je dus, of tenminste een nieuwprijs. Er lag een kaartje in dat deze €201.000 kost. Ziek. Wij zijn dus onderweg naar Amsterdam, jongens en meiden. Naar Alex en Nadine. Nadine heb ik ook super lang niet gezien, dus dat is ook wel even gezellig. Maar die zijn daar nu dus samen, dus ze vroegen of ik ook even langskwam. Maar kijk dit. Check, ik heb dus hier dit eventjes ingevuld. Ik zit een beetje gelijk die auto uit te zoeken natuurlijk. Je hebt dus blijkbaar een voorcamera ergens en die filmt gewoon de weg. Zie je? Kijk, dit kan je ook doen. Er zit een auto voor je. Nou, dan ga ik nu naar de linkerbaan. Let op. Hop. Oh, die auto gaat. Nou, die auto gaat ook mee. Kijk, nu zitten er twee auto's voor me. En dat klopt precies. Ah, dat is zo'n functie die Tesla volgens mij al lang heeft. Maar wel lachen. Even testen of hij dit ook doet. Hier, een vrachtwagen. Ja hoor, kijk dan. What the fuck, de vrachtwagen zit hier ook. Zie je? En moet je dit horen. Omdat ik nu op de expressive stand sta. Als ik nu gas geef, let op. What the fuck? Oké, nog een keer. Als ik mijn gas hard intrap, krijg je dat. Oké, misschien op de sportstand ook. What the fuck? Het klinkt echt als een spaceship weer dit. Hoor je dat geluid? We zijn er hoor, we zijn... Hey! Zo, kijk je helemaal niet. Wat dan?
Wat een haarkleur heb jij ineens? Nou, die doet nu echt alsof het heel lelijk is. Oh, hey! Yo. Hey, goed? Nadine, wat leuk om je weer te zien. Hey, Nadine. Hey, Nadientje Stal, man. Hey. Ga je nou weglopen van me? Ja, je zit me weer te beledigen. Ik ben er weer klaar mee. Nee, jullie moeten achterin. Jullie moeten achterin. Omdat achterin 10 keer meer comfortabel is. Huh? Ja, nee, wacht even. Ik probeer even die deur open te doen. Hier, let op. Oh, kijk, als je hierop klikt. Open doen van de deur. Ja, alsjeblieft. Serieus, een fucking PlayStation. Waarom? Yo! Dit is okay, wacht, je kan nu de deur dicht. Nee, wacht. Je kan nu de deur doen. Moet je. Zo, hierop. Dan moet je deur dicht zeggen. Deur dicht! Harder. Deur dicht! Dit is een grapje. Hij zit op zijn donder. Ik geloof het ook niet. Hey, welkom in mijn video. Hoe gaat hij nou dicht dan? Wacht even, volgens mij. Ja, gewoon. Zo? Oh. Oei, joh. Puur is deze auto. Mag ik een gokje doen? Ja. Nee, dat ga ik trouwens niet doen. Doe maar een gokje. Nee, dat ik denk 140. 200.000 euro. Maar druk nu eens op druk daar eens op dat schermpje. Zullen we hier een keer met z'n allen in gaan slapen? Holy shit, ouwe. Oké, druk eens op... klik nu op theater. Wow, dat is zo... Holy shit. Maar dit is toch niet goed? Hoe kunnen mensen ooit hier in de auto zitten? Ik hé, hey, dit is wel echt heel romantisch. Dit is toch fucking ziek? Kan je even weggaan? Dus, maar mag ik wat vragen? Ja. Mag dit wel? Ja, achterin wel, maar voorin niet. Oh, maar nee, jij wordt toch hartstikke afgeleid? Nou ja, ik dus niet. Want als jullie, weet ik veel, iets gaan zitten kijken samen, dan raak ik niet afgeleid. Dus we blijven de hele dag in de auto zitten? Ja, als je dat wil. 24 uur overleven in deze auto. Ja, dat zou prima kunnen in deze. Ja, deze gaat het wel. Oh, jongens. Waar kan ik op PlayStation dan? Ja, ik moet me aansluiten. We proberen de PlayStation even aan te zetten. Let op. Waarom heb je nu weer een achterbak? Ah! Kijk, de achterbak gaat open. Oh, hij is wel open. Ja, dat komt door mij. Oh, kijk. Ja, jongens, we hebben namelijk... Normaal gesproken moet je PlayStation dus aansluiten op een... Oh, dit is de accu. Ah. Normaal moet je de PlayStation aansluiten op een stopcontact, maar die hebben we natuurlijk niet. Dus we hebben zeg maar een accu gefixt. Gio, waarom heb je dit hier? Die is niet van mij. Oh, wat doe je dan? Weet ik veel. We hebben een PlayStation crisis. Ik snap niet hoe de fuck dit werkt. Hoezo niet? Heb je geen gebruiksaanwijzing gekregen? Nee. Die PlayStation hebben ze zeg maar zelf... En je bent een beetje een digibet natuurlijk, hè? Dat is algemeen bekend. Gio is een digibet. Ik ben nu helemaal klaar met jou. Wat dan? Doei. Oh, doeg. Zo, we zijn even geparkeerd. Hey, vinden jullie dit nou netjes? Dat je gelijk in deze auto gaat lopen eten? Zullen we gewoon even buiten gaan staan? Oh ja, dat is sowieso tegen de opa en oma. Hoezo? Ook. Ja. Wat dan? En tegen de mensen van de dealer waar ik het net heb opgehaald. Toch? Dat is toch zo? Ja. Oma en opa worden altijd boos. Als ik zit te eten in de auto, ja. Sorry. Dus ik ga buiten staan. Ach, meneer, zogenaamd ik ben heilig, gaat even naar buiten om te eten. Ja, zeker. Ik ga gewoon even lekker buiten staan. Kom maar, de deur gaat automatisch open. Kom maar even buiten eten. Zit zo. Oh. Zo, Alex is even netjes al aan het opruimen. We hebben toch even netjes buiten de auto gegeten. Alleen er staat. Ja, dit komt nu heel ongeloofwaardig over, hè? Vind je niet? Wat? Aangezien hier een flesje staat. Wat wilde je zeggen dan? Dat we gewoon buiten de auto gegeten hebben. Wat heb jij te verbergen? Niks. Wat heb jij te verbergen? Wat vind je nou van deze auto? Ja, dik man. Ja? Ja, ik hou. Zie je jezelf weer al later in rijden? Nee? Nee, ja. Hoezo niet? Manifesteren, kom op, vertrouw jezelf. Ja. Tuurlijk. Yes. Jij wordt later de grootste YouTuber van Nederland. Dan kun je in deze auto rijden. Sowieso. Ik weet zeker dat de volgers van Gio dit ook geloven. Ja. En de volgers van Jordi Storm. Ja. Zijn jullie team Jordi Storm of team Alex? Laat het weten. Laat het weten in de comments. En stuur Alex doodsbedreigingen. Oh, kut. Mijn kop. Karma. Oh. Nu gaat hij wel aan. Au. Jij gaat ook gelijk weer lachen. Fuck jou. Au. Mijn kop. Fuck jou. Geen HDMI-apparaat gevonden. Hoezo niet dan? Ik heb hem erin gepampen. Ik weet niet of hij überhaupt aanstaat. Nee, dus, Hey! Hoezo? Hey! Hoezo ben ik onhandig? Ik heb met zo'n jouw. Nou, je kan een PlayStation aansluiten. Wat de fuck doe je nou? Kijk eens! Hij doet het gewoon. Wow, hé? Oh. Gio kan een PlayStation aansluiten. Ja. Oh. Ai. We zitten FIFA te spelen. Ik probeer Nadine FIFA uit te leggen, maar dit is echt. Je legt niet eens uit hoe ik moet schieten. Vierkant, oké, ga lopen. Hoe moet ik lopen? Dit is lopen. Dit is pasen, dit is schieten. Pasen en schieten? Oh ja. Ga lopen! Stop! Oké,
kijk. Ik doe helemaal niks. Wat is schieten? Wat is die kant op, die kant op. Nou. Rondje is... Oh, is rondje schieten. Oh. Godzame. Nee, maar hoe moet ik schieten? Probeer de bal eens van mij af te pakken. Hou eens kruisje ingedrukt. Oké, okay, kruisje ingedrukt. Ja. Kijk, dan kom je ook maar af. Ja? 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 Met je? Ik snap het niet. Nee, maar... Oké, okay, wacht even. Ik stop heel even het spel. Oké, okay, dit. Leg even uit. Vierkantje is tackelen. Tackelen. Ja. Tackelen rondje is een sliding. Een sliding. Kruisje is spelen. Driehoekje is een dieptepaas. Een dieptepaas. R2 is sprinten. Oké, okay, noem nu op wat ik net zei. Oké, okay, R2 is sprinten. Vierkantje is... Kruisje is dieptepaas. Nou, hey, Alex. Ik had zo teleurgesteld in me zijn. Omdat je dit niet kan. Ja. Kijk, kijk, kijk. Oh ja, rondje, rondje, rondje. Ja, op de doel. Oh. Op de doel. Op de doel, nice. Op het doel. Ja, maar jij bent gewoon echt een leier. Ja, rondje. Rondje. Rondje, rondje. Helaas. Waarom schil jij zo in mijn oor? Zeg jij. Ja? Jij zit de hele tijd te gillen. Wow. Alsof je echt in het stadion zit. Ja! Ja! Feestje met de winst. Zo, we zitten in de auto met Deluxe. Hey, dankjewel, ik heb gewonnen. Maar kijk eens aan jongens, we hebben gewoon een driver nu. Oh. Dit is gewoon, dit is, ik rijd de auto van rechts. Ik, ja, vind, ik heb dus liever dat jij rijdt dan dat Alex rijdt eigenlijk. Ja, dat snap ik, maar ik heb maar daar. Mag ik zo rijden? Hè? Mag ik zo rijden? Van mij wel. Links, links. Ik heb nog dat aangehouden bij de politie toen ik voor het eerst jouw auto ging rijden. Ja, dat weet ik. Vond ik heel leuk. Kijk, nu kan je dus en FIFA spelen tegelijk en iemand rijdt dus gewoon de auto. Dit is toch... Maar dit is niet wat er normaal gebeurt. Oh, nee. Oh. Hé, wacht, auw. Hé, jongen, die PlayStation schiet tegelijk uit. Sorry. Godzame. Ja, ik wil even kijken wat erin zat, toch? Chauffeur wordt net... Zullen we een keer naar Dinoland in Zwolle? Wat? Dinoland in Zwolle. Hoezo kom je hier ook ineens? Wat is dat? Dat zie ik op een advertentie staan hier zo. Die... Bro, ik doe gewoon rustig, toch? Ewa. Godverdomme. Hij is echt een zootje ongeregeld met z'n drieën staat hier. Ik heb nog nooit zo'n rustige bocht genomen als nu. Goed. Goed. Ik hou niet van FIFA. Ik kan niet FIFA, maar we gaan FIFA spelen. Ja, we zijn maar eventjes rollen gedraaid, want... Als deze man gaat rijden, dan vliegt gelijk de PlayStation eruit. Dat is niet handig. Bro, je hebt letterlijk net hetzelfde. Ja, ik wil echt net zeggen, kijk, hij speelt weer Heilige Maria. Ja, godverdomme, dan valt hij weer uit. De hele tijd weer tot die PlayStation werkt. Wow. Oh mijn god. Mensen... Jij kan echt mijn trommelvlies echt laten springen, Nadine. Doe fucking normaal mijn oren. Mijn fucking oren. Ik wilde zeggen... Ja. Ook al hangt er nu een camera op ons. Stel, we zouden geheim, we gaan de hele dag op ons drie hangen. Als wij met z'n drieën zijn. Ja, dat kan niet geüpload worden. Nee, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Wij zijn echt het ergste drietal van de wereld gewoon. Nou, spreek voor jezelf. De drie musketeers. Ja, spreek voor jezelf. Hoezo? Hoezo? We lijken een beetje op de drie chipmunks. Oké, maar met Gio de irritantste. Ik vond het echt een genoegen met jou. Ik vond het echt een genoegen. Dat moeten we echt vaker doen, zo één keer in de drie maanden. Laten we het daarop houden gewoon. Kijk, zogenaamd zijn jullie goede vrienden van mij. Hoe lang heb ik jullie al niet gezien? Ja, drie maanden volgens mij. Laatste keer was Barcelona. Barcelona was wel echt leuk, hè? Het was nog echt niet, het was in juni. Je kan echt weer echt aanstellen. Twee maanden dan. Sorry hoor. Het was geen winter. Het was wel even lekker, even rust. Ja. Maar hoe gaat het? Ja, het gaat goed. En hoe gaat het met jou? Ja, goed. Maar hoe gaat het echt? Goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, de groeten. Hey, bye hè. Bye bye. Hey, doei hè. Bye. Doei. Ik zie jullie volgende week. Yes. Want dan ben ik jarig. Dan word je 19, eindelijk. Is hij niet 18? 24. Nee joh, meen je niet. Wat een oud tak ben jij zeg. Ja. En jij wordt 24 september. 25. Ja, goed zo. Nou jongens, dat was weer hartstikke gezellig. Lekker chaos met Alex en Nadine dus. En nu ben ik alweer onderweg naar Jade. Ik zit echt de hele dag zowat in de auto natuurlijk. Maar ja, dat moet. Ik moet echt hele afstanden afleggen. Dit was weer een uur rijden. Nu naar Jade is ook weer 40 minuten rijden. Nee, trouwens, ook een uur rijden weer van Amsterdam naar Veenendaal. Dus ik denk dat ik vandaag in totaal misschien wel 6 uur in de auto heb gezeten straks. Wajo, er staat daar iemand te liften. Er staat daar iemand te liften. Kijk, daar staat ze te liften. Zie je dat? Mag ik liften? Zullen we haar meenemen? Hallo? Liften. Hoeveel kost dat? Gratis. Ja, is goed. Doe maar. Kijk, als we hierop klikken. Ta-ta-da-da. Moet ik nou serieus achterin? Ja? Nou zeg. Ik ben je taxi. Mijn driver. Hallo. Heb jij FIFA in de auto gedaan? Waar ben ik beland? Welkom.
Hey! Even een ruimteschip of zo. Moeten mensen hierin, denk ik. Als je achter je langs. Ziek, hè? What the fuck? Maar als je wil, mag je wel voorheen komen zitten. Nee, ik zit wel echt lekker eigenlijk. Ja, zit je wel lekker? Waar gaat deze taxi heen dan? Naar je auto. Oh, we gaan gelijk door. Ja? Let op, als ik hierop druk. Kijk, dan gaat alles zo helemaal rood. Maar jongens en meiden, ik ga de deur open doen. En dat doen wij via hier. Alles, what the fuck, is automatisch. Oké, super fijn. Ik moet even Jade de auto gaan halen, want die staat verderop. Kijk, hier gaat het dus om. Ik heb namelijk vanmiddag dus haar auto hier laten staan. Daar staat die mooi. Hier heb ik die auto opgehaald, maar het hek en alles is dicht gedaan. En nu kan ik er dus niet meer uit. Kijk, want je moet normaal gesproken via deze kant moet je eruit. Maar dat gaat niet meer. Dus wat we nu gaan doen is, we moeten hier even het gras overrijden. Over het fietspad. En dan hem achter de BMW zetten. Dan is alles goed. Is alles... Sorry, ik zit even naar binnen te kijken volgens mij. Oh. Nu komt het helemaal illegaal over. Oh jee. Ik dacht dat ik binnen iemand zag zitten. Maar er zit niemand binnen namelijk, bij die dealer. Kijk eens aan. Hoppa. Dit is een beetje illegaal, maar dat moet even. Tot uw service. Nog helemaal in de glam zit ze gewoon. Ja. Ben je helemaal kapot? Snap ja. Ik. Maar laatst nachtje in het hotel vanavond? Hè? Ja. En dan ben je klaar. Wil ik er bij jou liggen. Bijna. Wow, yo, jongens, check dit. Parkeren, automatisch. Hij kiest de parkeervak uit. Hé, hey, nu gaan we het zien hoor. Ik wil helemaal niks, hè? Ik wil helemaal niks. Oh shit. Ah! Wow! Hij doet het gewoon! Hij doet het! Je staat geparkeerd! Wow! Deur open. Ja. We zijn weer terug bij het hotel. Wat een auto. Hartstikke leuk. Oké, ik heb wel echt even genoeg auto gereden vandaag. Ik moet zeggen, dat ding heeft hem best mooi geparkeerd. Het is niet dat hij hem helemaal schuin neer heeft gezet. Ik heb echt zelf helemaal niks gedaan. Het is toch wel eng dat die auto zo op een muur afrijdt en dat hij automatisch moet remmen. Maar blijkbaar kan die het, dus top. Zoals ik al zei, dit is dus het laatste nachtje hier in het hotel. Daarna zijn we weer lekker klaar met alles. Tenminste, we. Ja, die is drukker dan ik deze dagen. Ik heb net die bioscoopfilm achter de rug gehad. Dus hij heeft nu deze hele shoot. Daar is ze. Gaan we even lekker wat eten? Ja, I'm hungry. Ik ben net nog. Nee, ik heb niet zoveel honger. Nu denk ik echt Daar zitten we dan lekker even aan het eten. Oh, jij gaat dan weer gelijk beginnen aan je eten. Zonder dat ik gefilmd heb, hè? Ja. Nou, doe maar lekker hoor. Kijk jongens, ik ben een keer niet voor vlees gegaan. Ik ben een keer voor een pastaatje gegaan. Nou, heerlijk. Een broodje erbij. Kijken? Top. Ja. Het ziet er wel goed uit. Pesto pasta is dit. Heel lekker. Goeie, hè? Mijn hele buikje zit heerlijk vol. Ik heb lekker gegeten. Mijn lekkere dikke Dan Blanche daar binnen gewerkt. Hallo. Ik heb de helft van je Dan Blanche naar binnen gewerkt. Oh. En mijn eigen tukje. Heerlijk. Jij moet gewoon echt lekker eten wat je wilt. Ja. Dat moet je gewoon echt vaker doen. Gewoon fuck it. Ja, dat vult de baan van, ik word dik, dit dan. Wow. Dik, wat? Dik? Nee, ja, ik moet morgen toch... in... Auw. In lingerie staan. Lingerie. Ja, dan alsnog. Het is echt niet als jij nu één toetje... Als jij één toetje eet, word je echt niet ineens fucking dik. Nee, dat weet ik. Maar jij zegt elke keer, neem een toetje. Ja, omdat je gewoon lekker een toetje moet nemen. Jij bent mijn toetje. Jij bent mijn toetje. Ja, kijk eens aan. Het bad is vol aan het lopen in de kamer hier. Oh, beter dit. Er zit een bruisbol in daar. Hoppa, dat wordt lekker. Wij gaan even in bad. Dus ja, ik ga de camera denk ik maar even leggen. Want het bad moeten we natuurlijk wel een keertje gebruikt hebben hier. Niks beters dan even lekker gewoon zo hoppakee in bed liggen. Lekker helemaal schoon. Je ruikt lekker, dat is echt top. Eigenlijk ben ik echt iemand die in de ochtend doucht of naar bad. Nee, ik ga nooit in de ochtend in bad. Maar ik moet zeggen, als je 's avonds doucht of in bad gaat, is ook altijd echt wel lekker. Alleen als ik dat doe, als ik dan de volgende ochtend wakker word, dan staat mijn haar echt alle kanten op. Omdat ik dan met nat haar ben gaan slapen. Dus ik heb het even expres nu niet nat gemaakt. Want anders, ik zweer, ik word echt wakker als een poedel gewoon. Wij liggen lekker in bed, jongens en meiden. Dus dit was ook de vlog van vandaag. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog om te zien. Ik heb de komende dagen dus deze hele groep super gave auto mee. En morgen is ook de laatste dag. Tenminste, dan checken we hier uit in het hotel. Dus dat is allemaal super fijn. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 6:30 is er weer een nieuwe vlog. Je maakt het erg lang. Ja, ik ben ook echt vet moe. Dus jongens en meiden, bedankt voor het kijken. Tot morgen en ik zeg later.